Hartelijk welkom iedereen bij deze bijzondere uitzending vanmiddag. Het is een samenwerking van de Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, West-Brabant. Wij hadden dat in een grotere opzet willen doen, dit evenement, het raadsel van de Ster van Bethlehem, waar door COVID-19, hebben wij ook onze beperkingen, maar gelukkig zijn we wel in staat u het verhaal te laten horen. En daarvoor hebben we als gastspreker uitgenodigd professor Dr. Henny Lamers, die voor u een stuk van het raadsel van de Ster van Bethlehem gaat onthullen. Ik geef graag het woord aan Henny Lamers. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Henny Lamers. Ik ben hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben uitgenodigd om iets te vertellen over de ster van Bethlehem. Voor 5 dagen is het kerst. En een van de objecten die daarbij een rol spelen is de ster van Bethlehem. Het verhaal dat ik ga vertellen is, hoe komen we daaraan? Hoe weten we dat er een ster van Bethlehem is? Wat is er van waar? Wat is er naar de hand verzonnen? En voor mij als astronoom is het vooral interessant om te vertellen van wat kunnen de sterrenkundigen nou vertellen over die ster van Bethlehem? Dus ik ga u eerst iets vertellen over het verhaal. Hoe komen we aan die geschiedenis van de ster van Bethlehem? Waar staat dat in de Bijbel? Hoe is dat beschreven? En dan later ga ik u vertellen van wat het zou kunnen zijn. Is het een ster of is het iets anders? Maar laten we beginnen bij een mooi plaatje. Als we kerst vieren, dan ziet u vaak een kerststal. En u ziet heel mooi boven die kerststal, ziet u hier de ster. De ster van Bethlehem. Die staat er bijna altijd bij, bijna iedere kerststal of zelfs op kerstkaarten zie je daar. Als er kribben wordt afgebeeld, zie je daar ook de kerstster staan. Hier staat hij als een kerstster, maar soms zie je hem ook afgebeeld als een komeet. Dat ziet u hier. Dit is een hele beroemde kerststal in het Belgisch plaatsje Walsbets. Dat is beroemd dat ieder jaar een hele grote kerststal maakt. Levensgroot, ook heel echt. Want als u goed kijkt, dan kunt u zien, hier hangt de was buiten. En hier staat de fiets. Jozef is kennelijk met de fiets gekomen naar die kerststal. Nou, hier ziet u dus een voorbeeld van een kerststal waar een staartster boven getekend is. Een komeet. Dat idee van de sterren, dat vinden we al heel lang terug in de geschiedenis. En dat is ook al heel vaak afgebeeld. Hier ziet u een prachtige schildering van de Italiaanse schilder Palla Strozzi, die in 1420... heeft hij daar een kerstgroep geschilderd en er staan er 3 koningen bij. Je ziet ze hier, Jozef en Maria, en dan heb je hier de 3 koningen. Heel rijk versierd, je kunt duidelijk zien dat het koningen zijn. De ster staat hierboven, verder is het een stal. Die koningen zijn kennelijk op het paard gekomen, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Het is veel waarschijnlijker dat ze met een kameel kwamen, hè, want ze zitten tenslotte daar in het nabije oosten. En er zijn een hele hoop mensen op de achtergrond. Wat u ook ziet, en dat vind ik wel aardig om te vertellen, is een os en een ezel. Dat zie je heel vaak afgebeeld. Hoe komen we nou aan dat verhaal van een os en een ezel? Waarom laat men een os en een ezel zien? Nou, dat is eigenlijk een beetje racistisch. Want men, kijk, Jezus is geboren in Judea. Is een Jood. Hij is dus geboren bij de Joodse bevolking. En de Joden, die werden altijd geacht. Het gaat nu over de middeleeuwen. De Joden, men dacht de Joden die zijn koppig en dom. Koppig, de ezel, en dom, dat is die os. En daarom worden altijd, en in die oude beelden en ook nu nog in de kerststallen, staat er vaak een os, een ezel bij. Dus eigenlijk is dat om aan te geven dat de Joden toekijken, maar dan op een beetje racistische manier weergegeven. Ik denk dat heel weinig mensen weten waar die 2 beesten vandaan komen in het kerstverhaal. Ik laat u nog een paar andere mooie plaatjes zien. Kijk, dat vorige plaatje, dit wat ik u liet zien,
Dan zie je alle pracht en praal. De Nederlandse schilders en onze beroemde Jeroen Bos, die was veel realistischer, want we weten uit een van de testamenten dat Jezus is geboren in een stal. En die schilderde dus ook het kersttafereel in een echte stal. U ziet dat huis, dat is half ingestort, er zitten gaten in het dak, er zit iemand op het dak die zit mee te kijken. En verder zie je dan hier natuurlijk weer de drie koningen, waarvan de één zwart is, daar kom ik straks nog op terug. En er zijn nog een paar andere mensen die meekijken. En hier ziet u die ster. Hè? Ook hier de ster, Jeroen Bos heeft een ster over geschilderd. Geen komeet, maar een ster. Nog een plaatje. En dit plaatje laat ik zien, is ook van de Italiaanse meester Giotto di Bondone. Plaatje 1305. En dit is het eerste portret waarbij er niet een ster, maar een komeet, een staartster, wordt afgebeeld boven de stal. Hoe komt dat nou? Na 1300 jaar tekent men opeens een komeet in plaats van een ster boven de stal. Hoe komt dat nou? Nou, daar is een hele goede reden voor. Giotto, die had 4 jaar daarvoor, had hij een grote komeet gezien. Die we nu kennen als de komeet van Halley, die iedere keer om de ongeveer 76 of 78 jaar weer terugkomt. Dat had zo'n indruk gemaakt op Giotto, dat hij dacht, dat zou wel eens de ster van Bethlehem kunnen zijn. En want de komeet die heeft een staart, dus een komeet wijst een bepaalde kant op, dus het is veel waarschijnlijker dat je een komeet met een staart die kan wijzen. Het is moeilijk om je voor te stellen hoe een ster precies kan wijzen waar je moet zijn. Ik denk even aan die wijze uit het oosten. Dus hier zie je voor het eerst een komeet geschilderd, in 1305. Hier trouwens een plaatje van de komeet van Halley, zo zag hij eruit in 1986 toen hij weer langskwam. Maar Giotto had hij ook al gezien en je kunt je voorstellen dat het heel veel indruk op hem heeft gemaakt. Nou, die komeet die zie je ook tegenwoordig in sterrenkaart. Het is een hele mooie sterrenkaart, een mooie kerstkaart. En je ziet daar de drie wijzen uit het oosten met die komeet. En die komeet die wijst duidelijk een bepaalde kant op. Die wijzen uit het oosten, die worden hier in alle rijkdom afgebeeld. Koningen lijken ze wel, ze hebben ook geschenken in de hand, maar daar kom ik straks nog op terug. Maar hoe komen we nou aan het verhaal? Hoe komen we nou aan het verhaal dat er een ster is geweest, dat de wijzen uit het oosten zijn geweest, die op zoek gingen naar Jezus? Het staat in het verhaal in de Bijbel van Matthäus, van de evangelist Matthäus. U weet, er waren 4 evangelisten, Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes. En Matthäus is de enige evangelist die het verhaal vertelt over die ster van Bethlehem en over de wijzen uit het oosten. Hier ziet u links een icoon van Matthäus. Je ziet dat de naam hier staat in de Russisch, Ma, en dan staat Matthäus. Rembrandt heeft Matthäus geschilderd. En Matthäus, het idee was, volgens de mythologie dan, Matthäus is het kerstverhaal, nee, de hele Bijbel, het verhaal van het evangelie van Matthäus is ingefluisterd door een engel, en dat heeft Rembrandt ook zo prachtig geschilderd. Een engel die fluistert Matthäus het verhaal in. Wat schreef Matthäus nou? Het gekke is, Matthäus is de enige die schrijft over die wijze uit het oosten en over een sterrenbeeld. Nou, laten we maar eens gaan kijken wat er staat in de Statenbijbel over Matthäus. En ik lees hier een stukje voor, letterlijk zoals het in de Statenbijbel staat. En ik heb de teksten een paar stukjes rood gemaakt, want daar moet u speciaal op letten, want dat geeft ons misschien een clue wat het geweest zou kunnen zijn. Volgens de Statenbijbel. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is geboren de koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Er zijn 3 wijzen uit het oosten gekomen om een nieuwe koning te aanbidden. Er is iets geks aan de hand met het evangelie van Matthäus. Het is geschreven in het Grieks. En bovendien, dat is al bijzonder, maar bovendien, het is helemaal niet geschreven rond de tijd van Jezus of kort daarna. Het is waarschijnlijk geschreven
tussen 80 en 100 jaar na Christus. Hoe weten we dat? Nou, taal ontwikkelt zich steeds, taal verandert, het gebruik van woorden veranderen. En uit de taal die gebruikt wordt door Matthäus kun je afleiden dat het geschreven is waarschijnlijk ergens ongeveer 80 tot 100 jaar na Christus. Dus na Christus. Matthäus kan dus niet zelf meegemaakt hebben. Dat suggereert hij ook nergens. Verder, als je de teksten leest van Matthäus, ik ben geen bijbelkundige, dus ik heb dat ook maar van iemand anders moeten horen. Als je die tekst van Matthäus leest, dan zie je dat hij heel goed de Torah kent. De Joodse oude geschriften. Hij kent die opvallend goed, want hij haalt heel vaak die verhalen uit het Oude Testament letterlijk aan. En het vermoeden is dat het een Jood was die bekeerd is en op een of andere manier in Griekenland werkte, misschien als handelsreiziger, misschien had hij een functie in de regering. Maar dus 100 jaar na Christus is dit verhaal opgeschreven. Hij heeft Jezus dus niet gekend, en dat zegt hij ook nergens. Hij heeft het gehoord van anderen. Nog iets geks aan de hand met dit verhaal. De schrijver van het Matthäus-evangelie is anoniem. Dat is gek, want ik vertelde het van het Matthäus-evangelie. Nee, de schrijver is anoniem. We weten niet wie het geschreven heeft. Het kan niet de apostel Matthäus zijn geweest, als het 80 jaar na Christus is geschreven. Dus het moet iemand anders zijn geweest. En hij is anoniem. Hoe komen we er dan bij om te zeggen dat het geschreven is door Matthäus? Nou, dat is bedacht, want vroeger, en dan praat ik over de eerste paar honderd jaar, vroeger heette dat evangelie altijd het evangelie volgens de Hebreeuwen, hè, dus volgens de Joden. Er stond geen auteursnaam vermeld. En pas veel later, en dan praten we over 323 na Christus, is een kerkhistorische, Eusebius, en die zegt voor het eerst, beschrijft hij dat de apostel Matthäus de auteur is. En sinds die tijd noemen we dat evangelie van Matthäus, maar het kan dus niet de apostel Matthäus zijn geweest, want die moet al lang overleden zijn toen dat geschreven. Nou, laten we nou eens gaan kijken naar die wijzen uit het oosten. We hebben gezien dat er volgens het evangelie van Matthäus een paar wijzen uit het oosten kwamen die beweren dat ze een ster hebben gezien en daarom naar Jeruzalem trokken om daar de koning, de nieuwe koning, te aanbidden. Ze kwamen uit het oosten op een ster af. Als ze uit het oosten komen, en ze wisten iets van sterren, dat was natuurlijk zo, hè, want ze kwamen op een ster af, dan waren het waarschijnlijk mensen uit Babylon, uit Babylonië, het huidige Irak. En dan waren het astrologen, want astrologie die was heel hoog ontwikkeld in Babylon. Babylon, dat ligt een stuk ongeveer bijna 1000 kilometer ten oosten van Jeruzalem. En ik laat even de kaart zien. Hier heb je de kaart, hier heb je het Babylonische Rijk. Hier ligt Jeruzalem en hier ligt Babylon. Dat is een stukje ten zuiden, ongeveer 80 kilometer ten zuiden, wat nou Irak ligt. Kijk, en verder zie je dan nog een paar plaatsen die we uit de Bijbel en Oude Testament kennen. Je ziet Jeruzalem, je hebt Damascus, daar wordt ook eens van Nineveh, misschien heb je er ook wel eens van gehoord. En dan Babylon en dan de Oerstad. Ur, een heel oude stad. Nou, deze kaart. He, zo zag dat, en ongeveer 80 kilometer ongeveer Bagdad, lag de stad Babylon. En Babylon, dat was een grote stad. Een hele grote stad. Babylon was de grootste stad van de wereld in die tijd. En dit is van rond 400 tot 300 voor Christus. Het begon ongeveer rond 800 voor Christus, begon die stad te groeien. Het was toen de tijd de grootste stad van de wereld. 200.000 inwoners. Dat is iets kleiner dan Utrecht nu bijvoorbeeld. Voor die tijd een gigantische stad. Babylon. Die naam Babylon is trouwens een verbastering, want hij heette eigenlijk Babylim. Woord van God. En hier zie je een maquette van hoe die stad eruit gezien zou hebben. Je ziet er al die huizen, allemaal platte huizen, typische Midden-Oosten huizen. En daar in het midden heb je dat grote paleis. Het paleis van de koningen van Babylon. En dat was beroemd, ook in die tijd al, de hele wereld beroemd, vanwege de hangende tuinen.
Babylon had een prachtig paleis en die hadden allemaal tuinen. En u ziet hier een afbeelding daarvan, een reproductie naar de hand gemaakt. Hoe die tuinen eruit hebben mogen zien. Het moet werkelijk fantastisch zijn geweest. Het was dan ook een van de 8 wereldwonderen, de tuinen van Babylon. Dit is dus een tekening of een schilderij wat veel later gemaakt. We kunnen die prachtige tegelwerken die je hieronder ziet, die kun je nog zien. Die kun je bewonderen in het Pergamon Museum in Berlijn. De Duitsers hebben heel veel kunst geroofd. Die tijd, dat is maar goed ook, want daardoor is het bewaard gebleven. En die hebben van het oorspronkelijke materiaal, hebben ze de Ishtar-poort, een van de 8 poorten van Babylon, hebben ze opnieuw gebouwd. Die poort die was gewijd aan de godin Ishtar. En dat kun je ook wel zien aan deze mozaïeken, want Ishtar werd altijd afgebeeld als bloemen, als madeliefjes. Kijk eens, en hier heb je een hele serie madeliefjes. Dus de Ishtar-poort, dat was de poort ten noorden, waardoor je Babylon ten noorden verliet, in de noordelijke richting. Die was gebouwd door koning Nabucodonosor, daar komen we dadelijk nog op terug. Dus hier, Babylon was een grote stad, bekend met de astrologie. Er zaten hele goede astronomen, eigenlijk moet je zeggen astrologen, hè, want ze keken naar de sterren en ze probeerden daaruit de toekomst te voorspellen. En dat deden ze in het stadje Sippar, wat we straks al hebben gezien. En hier ziet u een maquette van hoe Sippar eruit gezien is. Dat is uit opgravingen blijkt dat het was een stad. En in het midden had je een heel groot tempelcomplex met een verhoogd plateau. En daar stonden allemaal instrumenten om de hemel te bestuderen. Nou, hier zaten astrologen, wijze astrologen. Waarschijnlijk waren dus de wijzen uit het oosten, heel waarschijnlijk, die kwamen hier vandaan. We weten ontzettend veel over die astrologie van Babylon, want men schreef alles op kleitabletten. En er zijn er 10.000 van gevonden, want die vergaan niet. Dus er zijn er 1.000 of 10.000 gevonden en u kunt ze, als u op het web kijkt, je kunt ze kopen. Nou, hier zie je een van die kleitabletten uit Babylonië. En dit is trouwens niet over de sterren, maar dit is toevallig een les in de wiskunde. Deze les die ging over cirkels. Oppervlakte en omtrek van cirkels. Dus die Babyloniërs die hadden een hele ontwikkelde wetenschap. Zowel in de wiskunde als in de astrologie. Dan ga ik weer terug. Er komen dus wijzen uit Babylon. En die gaan naar Jeruzalem op zoek naar een koning. Hoe komen ze daar? Ze hebben iets gezien aan de hemel. Wat het is, dat ga ik straks uitleggen, wat het waarschijnlijk is. Maar er is nog meer. En dat heeft te maken met een geschiedenis die zich 600 jaar daarvoor al afspeelde. Kijk. De Joden, 587 voor Christus, ik praat over onze, de jaartelling die we nu hebben, hè, dus 587 voor Christus. Zijn die Babyloniërs die zijn Jeruzalem binnengevallen, hebben de tempel verwoest, en die hebben de Joden meegenomen in ballingschap. De Joden werden als slaven meegenomen naar Babylonië. Eén van die slaven is beroemd geworden. Die naam die kent u wel. Dat is namelijk Daniel. Daniel, dat was dus een Jood. Hij was in Jeruzalem al een rijke Jood. Hij is meegenomen als slaaf in een ballingschap naar Babylonië. Maar daar onderscheidde hij zich al snel. Hij bleek slim te zijn. Heel veel kennis. En hij kon ook dingen voorspellen. En dat viel op. En uiteindelijk is Daniel zelfs, heeft een hele hoge positie bereikt aan het hof van Nabucodonosor. Hij werd adviseur. Je moet je voorstellen, een Jood, 600 jaar eerder, in Babylonië. Waarschijnlijk hebben die Babyloniërs toen al van hem gehoord over die voorspelling dat een koning, een Messias, geboren zou worden in Judea. Want dat stond al lang in de Torah, in de oude Joodse boeken. En Daniel kende dat verhaal. En hij werd heel belangrijk in Babylonië, dus waarschijnlijk heeft hij daar ook dat verhaal verteld.
dat er in Judea de koning en de verlosser zal worden. Ik wil nog even iets anders over Daniël vertellen, want u kent hem uit het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Weet u nog? Daniël werd voor de leeuwen gegooid en die deden niks. Nou, wat zit er nou achter? Wat was er nou? Ik vertelde al, Daniël die werd adviseur van Nebukadnezar als Jood. En dat werkte de afgunst op van een aantal andere adviseurs. Die vonden het maar niks dat zo'n Jood zijn hoge positie kon bereiken. En die probeerden hem een kopje kleiner te maken. En hoe deden ze dat? Ze vertelden dat hij bad tot de Joodse God. Ja, en dat mocht niet, dat was verboden, want de Joodse godsdienst was verboden in Babylon. Hij werd dus verlinkt, hè, dat hij bad tot de goden, en als voor straf werd hij voor de leeuwen gegooid, een leeuwenkuil. En dan weet u misschien wel hoe dat afloopt, dat heeft u misschien wel gehoord. Die leeuwen die deden niks, want een engel beschermde Daniël en die leeuwen gingen rustig liggen. En Daniël bleef ongedeerd. Nou, dat was natuurlijk het teken dat er wel iets bijzonders met hem aan de hand was. In feite dat hij vals beschuldigd was. Hè. En dus Nebukadnezar is toen zo boos geworden dat hij als wraak die mensen die hem verlinkt hadden voor de leeuw heeft gegooid. En die hadden geen engel, die hebben het niet overleefd. Maar goed, dat is dus Daniël. 600 jaar voor Christus. Van Daniël hebben de Babyloniërs waarschijnlijk al gehoord dat er voorspelling was dat in Judea een koning geboren zou worden. Nou, en dan gaan die wijzen, die astrologen moet je zeggen, uit Babylon, die gaan naar Jeruzalem. Je kunt rechtstreeks, maar dat is dwars door de woestijn, dat is niet aan te raden, dat was ook niet de gebruikelijke route. De gebruikelijke handelsroute was om een stukje de Eufraat te volgen, dan had je water, dat waren vruchtbare gronden, en dan hier ergens af te slaan. Je kon ook een stukje woestijn doorsneden. Maar dit waren de belangrijkste routes van Babylon naar Jeruzalem. Je ging niet rechtstreeks, maar je ging karavaan, kamelen waarschijnlijk, ging je van Babylon naar Jeruzalem. En dat deden die reizen ook. Die moeten dus heel lang over gedaan hebben. Die zijn dus waarschijnlijk in de karavaan van Babylon naar Jeruzalem gegaan. Want waarom deed je dat nou per karavaan? Die ging niet met z'n alleen, of met z'n tweeën, of een kleine groepje. Die weg die ik liet zien, dat was een belangrijke handelsroute. In beide richtingen. In beide richtingen waren de karavanen die van Babylon richting Judea trokken. En waarschijnlijk hebben die wijzen zich toen aangesloten bij zo'n karavaan, die toch die kant op ging. Zo deed men dat toen. Die was heel lang onderweg. Ook door de woestijn en langs de rivier als je geluk had een stuk en dan had je water. En 's nachts leef je in zogenaamde caravanserai. Hier ziet u een beroemde caravanserai, die is er nog steeds trouwens. Deze staat niet op die weg die de wijzen hebben gevolgd, maar deze staat in Perzië. Maar die caravanserai die is er nog, die is hersteld. En je ziet hoe zoiets eruit ziet. Het is een grote ommuurde, ja, het leek wel een fort, met kamers. Je kon daar als je aankwam, kon je eten, drinken, je kon kamers huren voor jezelf en je kon ook opslagruimtes huren voor je kamelen of je vee wat je bij je had of andere dingen die je bij je had. Dus zo moet je voorstellen, zo zijn die wijzen vertrokken uit Babylon of uit Sippar richting Jeruzalem. Het is een hele afstand, dus daar moeten ze heel lang over hebben gedaan. Ze waren waarschijnlijk vele maanden onderweg. En dus dat verschijnsel wat ze hebben gezien, dat moet heel lang te zien zijn geweest. Het is niet zo dat ze daar in Sippar op hun sterrenwacht iets zagen verschijnen, dat daarna weer weg was. Hè? Binnen een dag of binnen een minuut. Maar het moet iets zijn geweest dat ze lang hebben kunnen zien, dan wijst hun de weg uiteindelijk naar Bethlehem. Laten we maar eens kijken hoe dat ging. Het waren dus wijzen uit het oosten. Het waren astrologen. Ja, als ze nu worden afgebeeld, dit is een schilderij van Rubens, hè, dan zijn het koningen. Hè, dat zag je bij dat
schilderij van Pozzi ook prachtig. In alle pracht en praal, dat waren duidelijk koningen. Hè? 1, 2, 3. Eén is de zwart. 3 koningen. Er staat nergens in Matthäus dat er 3 waren. Er staat alleen maar enige wijze. Hoe komen we dan met het feit, hoe komen we dan bij het idee dat ze koningen waren? Hoe komen we bij het idee dat ze 3 waren? Hoe komen we bij het idee dat 1 zwart was? En hoe komen we erbij dat ze namen hadden? Dat hebben we te danken aan voor de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, ongeveer vanaf het jaar 500 na Christus, worden die wijzen opeens in de geschriften koningen genoemd. Daarvoor waren het alleen maar wijzen. Dan komt ook het idee dat er 3 waren. 3 koningen. En waar komt dat nou vandaan? Nou, daar is wel iets voor te zeggen. In Matthäus staat, dat zullen we straks nog zien, ze kwamen met geschenken. Goud, wierook en mirre. 3 geschenken. En daaruit heeft men dan geconcludeerd dat er waarschijnlijk ook 3 wijzen waren. En het waren dan 3 koningen. Want ze gingen de koning, de nieuwe koning, eren. Dus ze moesten zelf ook heel belangrijk zijn. Waarom is er nou eentje zwart? Nou, dat was omdat dan in die mythologie of legendes, ik weet niet wat je het noemen wilt, in die verhalen, dat zijn er drie. En die zijn dan een soort representanten van de 3 belangrijke werelden, hè, uit die tijd. Uit Arabië, in het Perzië. En dan die donkere, uit India, want die mensen waren donkerder gekleurd. Hè? En op een of andere manier hebben ze dan ook nog namen gekregen, Balthasar, Melchior en Caspar. Hè? Dat is allemaal eeuwen na Christus bedacht. Maar laten we maar eens teruggaan of doorgaan met het echte verhaal. Die wijzen die gingen naar Jeruzalem. Die zochten een koning. Dus wat doen ze? Ze gaan naar het paleis van de koning. Van de Joden. En dat was Herodes. Ja, Jeruzalem was natuurlijk onder de invloed, stond onder het gezag van de Romeinen. Hè. De Romeinen waren de baas. Maar die hadden heel slim, die hadden een Joodse koning daar neergezet, of laten zitten. Hè. Want het is handiger als je dan de Joden door hun eigen koning laat beheren of besturen. Want dan doen de mensen dat gemakkelijker, dan volgen ze gemakkelijker. Dus de Romeinen hadden een landvoogd. Hè. En we hadden een Joodse koning. En in die tijd was er koning Herodes. Dat staat ook in de Bijbel, zoals we straks zullen zien in het verhaal van Matthäus. Nou, die Herodes, deze heette Herodes de Grote. Dat was dus een vazal van de Romeinen, koning van Judea. Die was dat al vanaf 37 voor Christus. Herodes de Grote. Herodes, dat was vroeger een hele goede koning. Hij had het goed voor met de Joden, en hij deed ook wat in zijn oog het beste was, was dat niet altijd wat de Romeinen wilden. Maar later werd hij heel wreed. Hij vertrouwde niemand, hij zag overal bewegingen om af te zetten, om te vermoorden zelf, en hij werd zo wreed dat hij zelfs familieleden liet ombrengen, omdat hij dacht dat ze op zijn troon uit waren. Die wijzen uit het oosten die gingen dus naar Herodes. Maar wat is nou het gekke daarvan? Herodes was een koning aangesteld door de Romeinen. En de Romeinen hebben het allemaal op schrift gesteld. Herodes, trouwens, hier zie je dat nog eventjes iets anders. Herodes die werd later opgevolgd door zijn zoon, Herodes Antipas. En die was koning in de tijd van Christus dood onder Pontius Pilatus. U weet, Christus is gekruisigd onder Pontius Pilatus. En toen was Herodes Antipas, een zoon van Herodes de Grote, die was daar de baas. Ik ga nog even verder. Gaan we verder met de Bijbel. Toen nu Jezus was geboren te Bethlehem, oh, dat had ik al gelezen, hè? Dan komen de enige wijzen van het oosten, zijn in Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is geboren de koning van de Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Ja, geloof je dat?
en geheel Jeruzalem met hem. En bijeengegaderd hebbende alle overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde hij hen, en dat vroeg Herodes aan die schriftgeleerden, waar die Christus geboren zou worden. Want dat stond in de Torah, dat was er voorspeld. En die schriftgeleerden die zeiden, hij wordt geboren te Bethlehem, in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Dus er was al een hele oude voorspelling, minstens 600 jaar daarvoor, want Daniël wist dat al, dat er een nieuwe koning geboren zou worden, de verlosser zou geboren worden in Bethlehem. Toen Herodes dat hoorde, toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen, en vernam naast de gelucht van hen de tijd waarin de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Nou, dat was volstrekt ongeloofwaardig, want Herodes was heel vreed, zag overal vijanden, had familieleden laten ombrengen, en dus denk je nu dat hij zit te wachten tot een nieuwe koning geboren zal worden. Dan gaan we verder. En zij, het gaat dus over die wijzen, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als zij nu die ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en neervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud, wierook en mirre. Kijk, en daar komt het verhaal vandaan. Drie schenken, dus dan zullen het ook wel drie wijzen zijn. En dan gaat het verder. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Dus Herodes, moet je voorstellen, Herodes zat te wachten tot die wijzen terug zouden komen, want die hadden beloofd dat ze hem zouden vertellen waar dat babytje, hè, waar die verlosser, geboren was. Je kunt je voorstellen, Herodes was natuurlijk pisnijdig, toen hij daar niks meer van hoorde. Hij voelde zich heel erg bedreigd, en u weet hoe het afliep. Nadat hij dat gehoord had, besloot hij dus maar zelf het heft in handen te nemen, en hij besloot om alle jongetjes van onder de 2 jaar te vermoorden. Jozef en Maria en Jezus ontkwamen, hè, want die waren in een droom gewaarschuwd en vluchtten met hun gezin naar Egypte. Nou moet je je voorstellen. Hij zei, alle jongetjes tot de leeftijd van 2 jaar moeten gedood worden. Waarom tot 2 jaar? Hij had van die wijzen gehoord wanneer ze die ster hadden gezien. Dus als ze die ster hadden gezien, als dat overeenkomt met het moment dat Jezus is geboren. En verder zijn die wijzen dan nog zeker maanden, misschien wel een jaar onderweg geweest van Babylon naar Jeruzalem. Dan moet Jezus dus al in die tijd, nou die zou wel eens ongeveer een jaar kunnen zijn geweest. Oud, een jaar geweest. Misschien iets meer zelfs. En daarom neemt Herodes geen enkel risico en die laat alle jongetjes tot een leeftijd van 2 jaar. Hier ziet u een schilderij van Ghirlandaio. Het is typisch een Italiaans schilderij. U ziet prachtige gebouwen en zo. Die stonden natuurlijk helemaal niet in Bethlehem. Onze Vlaming, Breugel de Jongere, die heeft dat ook getekend in dit hele mooie schilderij. En als je goed kijkt, dan zie je daar allemaal wenende vrouwen staan en mensen die proberen om die soldaten tegen te houden, die soldaten die beuken op die deuren, die zoeken alle jongelui enzovoort. En zo is het verhaal van die kindermoord. Dus dat leert, hè, dat Jezus geboren kan zijn rond de tijd dat die wijzen
de ster zagen wat het ook geweest was. Dus die wijzen van de Joden, de wijzen bij de Herodes, die zeiden: we hebben zijn ster gezien. En toen heeft Herodes die wijzen geroepen. En die hoorde van hen wanneer Jezus was geboren. En die besloot toen om alle jongetjes tot 2 jaar te vermoorden. Dus Jezus was waarschijnlijk geboren 1 of 2 jaar voordat die wijzen bij Herodes waren. Maar wat is het nu eens gek, hè? Herodes die stierf al in het jaar -4. Het jaar wat wij nu -4 doen. En dat weten we, want Herodes die was daar door de Romeinen als vazal op die plek gezet. En de Romeinen hielden het allemaal keurig bij. Dus we weten wanneer Herodes stierf. En als Herodes in het jaar -4 stierf, dan kan Jezus dus niet in het jaar 0 geboren zijn. Dan is hij waarschijnlijk geboren op zijn laatst, ergens tussen -5 of -6. Die klopt dus niet. Daar kom ik straks nog op terug. Nou ja, laten we dat meteen doen. Hoe komen wij dan aan het jaar 0? Nou, vroeger rekende men, in het Romeinse Rijk tenminste, sinds de stichting van de stad Rome. En dat is, in onze jaartelling nu, is dat 753 voor Christus. Dus vanaf dat moment begon men te tellen. Men telde gewoon al die jaren door. Men gebruikte de Romeinse jaartelling. In 1278, onder paus Johannes I, was er een monnik, een hele wijze monnik, een tijdrekenaar, noemen ze hem wel eens, Dionysius Exiguus, die had uitgerekend aan de hand van de Bijbel en de geschriften, precies wanneer, wie, hoe lang leefde, en daarvoor, en daarvoor. En hij had al die getallen opgeteld, en hij was tot de conclusie dat toen, in 1278 volgens de Romeinse telling, dat op dat moment Jezus 525 jaar eerder geboren moest zijn. Dat werd gemeld aan de paus natuurlijk. En de paus zei: oh, maar wij gaan rekenen vanaf het moment dat Christus geboren is. We hebben niks te maken met die Romeinse, met de stichting van Rome. Wij rekenen vanaf het moment dat Christus geboren is. Hè. Dus het Romeinse jaar 1278 is het christelijke jaar 525. En daar is dan meteen het jaar 0 mee vastgelegd. Dus je moet 525 jaar van het Romeinse getal aftrekken en dan kom je bij het jaar 0 onder Domini 0. Het jaar 1 is 754, het Romeinse jaar. En we rekenen nu vanaf het jaar 0. Ik kijk even op de klok. Is dit een moment om te pauzeren? Dat zou goed uitkomen in mijn verhaal. En dan gaan we straks gaan we verder. En dan ga ik u vertellen, van wat was nou die ster van Bethlehem echt? Maar dat doen we na de pauze.
Welkom terug. Ik heb het eerste deel van mijn verhaal verteld over wat we weten van de ster van Bethlehem en hoe we aan die kennis komen. En dan wil ik u nu gaan proberen uit te leggen wat kan het geweest zijn. Heel kort de belangrijkste gegevens die we erover hebben. Die wijzen die kwamen op een ster af uit het oosten, dus het waren waarschijnlijk astrologen. Die waren lang onderweg geweest. En dus het verschijnsel moet heel lang te zien zijn geweest, maar bovendien natuurlijk, het moet iets bijzonders zijn geweest. Het moet iets zijn geweest wat onmiddellijk de aandacht trok. Wat zou het kunnen zijn? Ik ga 4 mogelijkheden bespreken. Een vallende ster, of een meteoor, een ontploffende ster, een nova of een supernova, een staartster, een komeet, of een samenstand van de planeten. De eerste die zich daar serieus mee bezig hield, althans die er iets over schreef, dat was Johannes Chrysostomos, dat is aartsbisschop van Constantinopel. Die had heel goed nagedacht en die zei, kijk, Jozef en Maria die zaten in een stal, ergens in Bethlehem, daar in de buurt. Hoe vind je nou zo'n stal? Nou, ze waren door de ster daar naartoe gewezen, dus die ster die moet zijn neergedaald. Want anders kun je dus een simpele stal niet vinden. Je moet niet denken aan een lichtpuntje aan de hemel. Nou, waar moet ik dan zijn? Dus hij zei, het moet iets zijn wat neergedaald is. En dan kun je dat zo voorstellen, de stal, en daar kwam dan licht van bovenuit aan die wijzen. U ziet ze hier aankomen op hun kamelen. Nou, in dit geval is het duidelijk waar ze zijn moeten. Maar was dat ook zo? Nou, als je bedenkt dat iets moet zijn wat kan wijzen, dan kom je bijvoorbeeld aan vallende sterren, een meteoor. Een meteoor is een klein stukje steen uit de ruimte, wat te dicht bij de aarde komt, wat dan aangetrokken wordt door de aarde, met grote snelheid door de dampkring valt, en daarbij zoveel wrijving ondervindt, dat de lucht waar die doorschiet gaat gloeien. Dus wat u ziet, als u een vallende ster ziet, en u hebt er waarschijnlijk allemaal wel eens eentje gezien, als je een vallende ster ziet, dat duurt maar heel eventjes, een lichtflitsje. Wat u dan eigenlijk ziet is dus niet de steen zelf, maar u ziet het nagloeien van de hete lucht waar die steen doorheen geschoten is. Nou, we kennen, er zijn heel veel vallende sterren, soms komen ze voor in hele grote groepen tegelijk. Een paar keer per jaar zijn er van zulke meteor showers, buien van meteoren, die kennen we. Zou het een meteoor kunnen zijn geweest die aanwees waar de stal was? Nou, dat is heel onwaarschijnlijk, want een meteoor is een verschijnsel wat, ik zei het al, een paar seconden duurt. 10 seconden, als het heel lang in de extreme gevallen. Die wijzen uit het oosten, die moeten het verschijnsel, dat ze gevolgd hebben, maanden hebben gezien, misschien wel jaren. Dus het is buitengewoon onwaarschijnlijk, kan bijna niet, dat het een meteoor is geweest. En die zou dan ook nog precies op, liever naast de stal van Bethlehem. Dus die kunnen we eigenlijk wel uitsluiten, die mogelijkheid. Dan iets anders, een ontploffende ster. Kijk, er zijn af en toe zijn er sterren die ontploffen. Sterren aan het eind van hun leven, vooral de zware sterren, die ontploffen vaak. Het zijn gigantische explosies. Dat noemen we een supernova. Dat wordt dus afgeleid. Het wordt nova. Nova betekent nieuwe ster. He, want toen men dat voor het eerst die dingen waarnam, toen dacht men, oh, er is plotseling een nieuwe ster. Nou, een bepaalde sterren die een extra helder zijn, die noemden we supernova. En hier ziet u een voorbeeld van zo'n supernova. Dit is op het zuidelijk halfrond. Op 23 februari 1987 verscheen er opeens een zuidelijk halfrond, een ontzettend heldere ster. U ziet dat in het rechte plaatje, dat is een paar dagen later genomen. Op 23 februari ontplofte een ster. Dat moment is precies bekend, want het is gezien. Dit is een foto van hetzelfde stukje van de hemel wat in de 70er jaren gemaakt is. Een groot stukje waar Frans astronomen die waren dit gebied aan het onderzoeken. En u ziet er staan een hele hoop sterren op. En je zou helemaal niet zeggen, hier is iets bijzonders aan de hand of hier gaat iets bijzonders gebeuren. Die pijl is er dus ook pas veel later bijgezet, toen duidelijk was dat dit sterretje, wat je hier nog in 1970 als een heel zwak sterretje ziet, dat plotseling ontplofte. Bij zo'n ontploffing, dat is dus het einde van een zware ster, dan kan zo'n ster tijdelijk een paar honderd miljoen keer zo helder worden als
de zon. Dan moet je bedenken, die sterren, de meeste van die supernova die zijn gezien, die staan op enorme afstanden, duizenden tot deze zelfs 150.000 lichtjaar afstand. Dus je ziet ze niet 200 miljoen keer zo helder als de zon, maar zoveel licht stralen ze uit. En deze zien we dan dus heel duidelijk. Dit is een ontploffende ster. En hier zie je het restant van zo'n ontploffende ster. Dit is de beroemde krabnevel. Dat is een nevel die in de loop van de tijd, hij is voor het eerst gefotografeerd in het begin van 1900. En elke keer als je hem ziet, ieder 10 jaar of zo, dan zie je dat die nevel een beetje groter geworden is. En dan kun je terugrekenen, dan kun je zeggen, nou ieder jaar wordt hij zo'n klein beetje groter en dan ga je terugrekenen. En dan blijkt dat die nevel, dus al het materiaal wat je hier ziet, wegvliegen met een snelheid van ongeveer 1500 kilometer per seconde, hè, gigantische snelheden, dan vind je dat dat ongeveer 1000 jaar geleden allemaal uit het midden komt. Nou, in 1054 hebben de Chinezen plotseling een hele heldere ster gezien aan de hemel. En wij zien op die plek nu deze nevel die uit elkaar klapt. Dus de Chinezen hebben de ster zien ontploffen en wij zien de restanten de ruimte invliegen. Net zoals een rotje ontploft. Je hebt het moment dat een rotje ontploft en dan een seconde later vliegt de restanten, de stukjes papier en alles, dat vliegt de ruimte in. Dat is een supernova. Zou dat de ster van Bethlehem geweest kunnen zijn? Nou, dat heeft men een tijd lang wel gedacht en daar zal ik daar ook nog iets over zeggen. Maar het is heel onwaarschijnlijk. In die kleitabletten van Sipar, van die astrologen van Sipar, is geen enkele aantekening te vinden over supernova. Al die jaren dat ze de hemel in de gaten hebben gehouden, zijn die niet opgetekend. Ze hadden meer interesse in de planeten en hoe dat beweegt. Ze hadden niet zoveel interesse, kennelijk, in die plotselinge heldere sterren. Ze wisten natuurlijk niet dat het ontploffende sterren waren, maar zo'n ster die plotseling helder. Dus dat is het waarschijnlijk ook. Kan het dan een komeet zijn geweest? Nou, hier heb je, kometen komen vaak voor. Dit is een hele mooie, in 1997 was er eentje aan de hemel te zien, de komeet van Hale-Bopp. Ik heb hem zelf nog kunnen zien uit de slaapkamerraam. En zo'n komeet is maanden lang te zien en hij wijst ergens. Een komeet, een staartster heet hij ook wel eens, hier zie je dat punt, en dan er zit een staart aan. Als je goed kijkt, zitten er 2 staarten aan. En dus hij wijst ergens naartoe. En dat zou natuurlijk wel kunnen, een ster van Bethlehem, want die wijst ergens naartoe. En je kunt de maanden zien, dus die wijzen uit het oosten, die kunnen hem hebben gevolgd, al die tijd toen ze op weg waren naar Jeruzalem. Je ziet hier nog een mooi voorbeeld van een komeet, het is een komeet van McNaught. Prachtig. Hele grote staart heeft hij. En misschien heb je hem zelf gezien. Deze zomer was er een komeet. De komeet Neowise. Die was deze zomer te zien. Ik heb hem zelf niet gezien. Ik heb hem een groot aantal keer gekeken. Maar het was altijd bewolkt. Als ik in de gelegenheid was om te kijken. Dus ik heb hem zelf niet gezien. Ik ben een beetje jaloers op de mensen die hem wel gezien hebben. En dit is een foto die gemaakt is in Nederland. En zo zag zo'n komeet eruit. En die wijst dus duidelijk. Wat is een komeet? Een komeet is een... hier heb je de beroemdste komeet, de komeet van Halley. En zo zag hij eruit in 1986. Een hele lange, een heldere kop, een heel lange staart. En die komeet die komt iedere 78, 76, varieert een beetje, komt weer terug. En die is ontdekt in 1758. En als je dan terugrekent, steeds een stapje van 76, 78 jaar, dan moet hij ook geweest zijn in het jaar min 12. Dat is rond de tijd van Christus. Zou de komeet kunnen zijn? Nou ja, en ik heb u het allereerste plaatje laten zien. En die Italiaanse schilder Ponzi, die was zo gegrepen toen die komeet zag, dat hij als eerste een komeet boven de stal van Bethlehem tekende. Zou de komeet kunnen zijn? Nou, laat ik even uitleggen, wat is een komeet? Een komeet is een grote ijsbal, een smerige ijsbal, in het Engels noemen ze dat een dirty iceball, een enorme klomp ijs, want dat kan kilometers groot zijn, met heel veel gruis, stof erin. Die ijsballen, die bevinden zich in de buitendelen van ons zonnestelsel,
Hier zie je dat. Hè? Hier heb je de zon en de planeten. En die bevinden zich ver in de buiten onze banen van de planeten. En dan zijn er een heleboel. En af en toe dan verstoren ze elkaar een beetje. En dan wil het wel eens gebeuren dat een komeet, zo'n ijsbal die op grote afstand van de zon draait, dat die dan toevallig een beetje wordt afgebogen en dat die dan in de richting van de zon gaat. En wat gebeurt er als een ijsbal in de buurt van de zon komt? En dat mag 100 miljoen kilometer zijn of meer. Maar als hij in de buurt van de zon komt, dan gaat dat smelten. En dat water dat gaat verdampen. En er is ook stof in die dan vrijkomt. Dus dan komt zo'n ijsbal in de buurt van de zon en dan gaat die verdampen en die geeft dan een hele hoop gas en stof vrij. En dat is prachtig gezien, want men heeft de komeet van Halley dichtbij gefotografeerd. In 1986 is er een speciale missie geweest, een satellietmissie, en die heeft een foto gemaakt van de komeet van Halley. En hier ziet u de kop van de komeet Halley, dat is die grote ijsbal, hè? En dan wordt van deze kant, van links, beschenen door de zon. En dan ziet u dat ijs dat verdampt, dat ijs dat smelt en dat verdampt, en dat geeft dan zo'n damp die er vandaan komt. Dus dat is een komeet. Nou, een komeet heeft het voordeel, tenminste voor het verhaal van de ster van Bethlehem, dat hij een richting, hier heb je de komeet van hem. En u ziet, kop van die komeet, en er zit dan die staart achter. En als ik u nou zou vragen, welke kant gaat die komeet op? Waar beweegt die heen? Ik denk dat de meerderheid van u zou zeggen, hij gaat naar links onder, want dan kun je het duidelijk zien. Nee, dat is niet zo. Want de staart van de komeet op de kop, die wijzen helemaal niet in de richting waarin die komeet beweegt. De staart van de komeet wijst altijd van de zon af. Hier zie je dat geschetst, hier heb je de zon, dan komt de komeet aan. Hier, een beetje in de buurt van de zon, hij komt heel ver weg, komt in de buurt van de zon. Hij smelt en gaat verdampen en dan krijg je die staart. Komt verder weg, dichter bij de zon, smelt nog meer, er komt nog meer staart. Maar je ziet, die staart, die wijst helemaal niet waar die heen gaat, dat is die kant. Want op dit moment gaat die komeet weer die kant op, toch weet die staart zo. Die staart die wijst altijd van de zon af. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat dat gas en dat stof wat vrijkomt uit die komeet, als die komeet in de buurt van de zon komt en gaat smelten, dat wordt door de zonnewind weggeduwd. De zon blaast constant deeltjes, gasdeeltjes de ruimte in met een enorme snelheid, ongeveer 400 tot 600 kilometer per seconde. Dan vliegt de ruimte in en dan moet je je voorstellen, dan heb je een komeet, daar komt stof vandaan en dan van de ene kant komt die zonnewind en die blaast dat stof die kant. Dus die staart en het gas, dus die staart van die komeet, die wijst altijd van de zon af. Die geeft niet aan in welke richting die beweegt. Dan zie je hier ook twee staarten, en op een van die foto's die u straks zag, de komeet Halley trouwens ook, maar die andere ook, dan zag u die komeet hebben twee staarten. Een beetje blauwige en een wittige. Hoe komt dat nou? Nou, ik vertel u, het is een dirty snowball, dus dat ijs dat smelt, dat verdampt, daar komt dus gas vrij, waterstofgas komt daar vrij. Dat is heel licht, dat wordt weggeblazen door de zonnewind, en dat geeft die lange rechte staart. Er komt ook stof vrij, maar dat duurt wat langer, dat is wat moeilijker om dat weg te duwen van die komeet. Dus de komeet gaat die kant op, die staart wordt weggeduwd, maar die stofstaart die blijft een beetje achter. Zie je? En zo hebben kometen hebben vaak twee staarten, en ze wijzen altijd van de zon af. En dat is ook de reden dat er bijna alle plaatjes die ik heb laten zien bij de komeet zie, die komeet wijst altijd naar onderen. Recht naar onderen, of links naar onderen, of rechts naar onderen. Maar altijd naar onderen. Waarom is dat? Ja, dat is nogal duidelijk. Die foto's zijn gemaakt als het nacht is. En dan zit de zon onder de horizon. Dus die kometen die wijzen altijd naar een richting onder de horizon. Namelijk waar de zon is. Dus de kometen vertellen je niet welke kant die op gaat. Maar alleen de staat die vertelt je, laat zien van welke kant die komeet op gaat. Waar de zon staat. Kometen wijzen. Ideaal als je denkt over de ster van Bethlehem.
Kan het een komeet zijn geweest die gewezen heeft naar de stal van Bethlehem, die de Joden, die dit wijze de weg geweest heeft? Kometen zijn maanden, soms een jaar, zichtbaar. Toch is het niet waarschijnlijk dat een komeet de ster van Bethlehem is. En waarom is dat? Dat is omdat kometen in bijna alle culturen gezien werden als onheilsbrengers. Bijvoorbeeld de pestepidemieën in Europa, de verschillende pestepidemieën die zijn geweest, die werden altijd toegebracht, toegeschreven aan kometen. Het is zelfs zo dat in 1400, dat er een paus was, die was zo bang dat de komeet die toen aan de hemel verscheen, dat hij de pest zou brengen. Wat heeft hij gedaan? Heeft die komeet in de ban gedaan. Op andere plekken werden in alle kerken de klokken geluid om die komeet weg te jagen, want kometen zijn onheilsbrengers. En hier zie je een mooi voorbeeld daarvan. Dit is het beroemde tapijt van Bayeux. Ik weet niet of u het wel eens gezien hebt. Als u de kans krijgt om te zien, dan moet u vast gaan kijken. Het is een tapijt van 70 meter lang en 50 meter hoog. En dat verhaalt, een soort stripverhaal, de oorlog tussen koning Harald van Engeland in 1066 tegen William de Fransman. En de Engelsen hebben die oorlog verloren. En dat hadden ze al kunnen weten. Want kijk u maar eens. Hier zie je een van de eerste plaatjes van die foto. Daar staat het al. Die mensen wijzen. Kijk, hier staat een komeet. En dan zeggen ze, is die Mirantis Stella? En dat betekent, deze mensen bewonderen de ster. Nou, het was een komeet. En ze wijzen er naartoe. Omdat dat onheil zou brengen. En inderdaad, het leger van Harald werd ook helemaal in de pan gehakt. Hier ziet u een paar scènes verderop. U ziet, dat loopt helemaal verkeerd af. Net zoals die aanwezigheid van de komeet al had voorspeld. Wat was het dan wel? Waarschijnlijk geen vallende ster. Komeet. Wat hadden we nog meer? En geen supernova. Oh ja. Knip je dit uit? Dan doe ik me heel even dat ik alles opnieuw op. Ja. Door een planeten. En ik zal u laten zien dat dit de meest waarschijnlijke verklaring is. Astrologen die hechten groot belang aan de stand van de planeten. En die astrologen uit Babylon, hè, die kenden de planeten en de banen van de planeten heel erg goed. Die bestudeerden ze heel in detail. Ze hebben ook heel veel over geschreven. Astrologen hebben ook nu nog heel veel belang. Hè, de huidige astrologen. U leest maar de horoscoop in de krant en u ziet ook nu nog astrologen die hechten heel veel belang aan de stand van de planeten. Dan moet ik u eventjes iets vertellen over de bewegingen van de planeten aan de hemel. Kijk, de zon is onze ster in het midden, daarom draai je heen de 9 planeten. U ziet dat hier in dit filmpje. Van binnen naar buiten, Mercurius, kleine, die doet 88 dagen om een rondje. Venus, de derde is de aarde, en die blauwe bol, die doet een jaar om de baan om de zon, dat noemen we dan een jaar. En dan heb je Mars, Jupiter, die grote planeet, die gele bol daar, en Saturnus met de ringen, en dan nog Uranus en Neptunus. En die draaien allemaal in hun eigen tempo om de zon heen. En dus soms kan het zijn dat die planeten elkaar inhalen. Of dat ze vanuit de aarde gezien in dezelfde richting staan. En dat noemen we dan een samenstand van planeten. Dan zie je ze aan de hemel, dus op een hele bijzondere manier. Hier ziet u een voorbeeld daarvan. Dit was het 3 december 2009. Deze foto is gemaakt in Chili op de berg Paranal bij de sterrenwacht. En dan ziet u, daar stonden de maan, Venus en Jupiter vlak bij elkaar. En u ziet onmiddellijk, dat is iets heel opvallends. Dat is sowieso voor ons menselijk oog, zien we dat, en voor astrologen die dat precies volgen, is het natuurlijk ook heel bijzonder. Zou de ster van Bethlehem dan een samenstand van de planeet kunnen zijn geweest? De eerste die dat opperde, dat was de Duitse astronoom, de beroemde astronoom Johannes Kepler. Die berekende in 1614
Want Kepler had de banen van de planeten bestudeerd. En hij was de eerste die liet zien hoe die banen bewogen, hoe die planeten bewogen. En kon uitrekenen dus wat er in de toekomst zou gebeuren. En ook wat in het verleden was gebeurd. En Kepler vond in zijn berekeningen dat er in het jaar 7 voor Christus 3 maal een samenstand moet zijn geweest van Jupiter en Saturnus. Die twee helderste planeten aan de hemel, die komen dan vlak bij elkaar. Dat moet een heel bijzonder gezicht zijn geweest en dat moet voor astrologen, met hun astrologische interpretatie van de planeten, iets heel bijzonders zijn geweest. Kepler berekende ook dat zoiets vrij zeldzaam was. Dat komt gemiddeld eens in de 258 jaar voor. En hij zei, dat was misschien de ster van Bethlehem. En dan gaat hij verder. Dat is wel interessant, want dan slaat hij de plank volkomen mis. Hij suggereerde dat het zou leiden tot zo'n ontploffende ster. Nou, dat klinkt nou ons heel raar in de oren, maar waarom was dat? Kijk, Kepler wist die planeten, hè, dat zijn dus zwerfsterren die langs de hemel bewegen tussen de andere sterren door. Hè. Hij wist niet dat dat bollen waren zoals de aarde bijvoorbeeld. Hè. Voor hem waren het gewoon sterren die bewogen. En hij dacht, als er planeten zo dicht bij elkaar komen, hè, of als twee sterren, hè, want hij dacht dat sterren waren, als die zo dicht bij elkaar komen, dan gaan ze smelten en dan krijg je een ontploffing. Hè. Dus hij dacht, dan krijg je zo'n nova-ster. Dat zou dus die ster van Bethlehem kunnen zijn. Een samenstand van de planeten die uiteindelijk leidde tot een ontploffende ster die heel helder moet zijn geweest. Kijk, de reden dat Kepler dat bedacht is omdat hij in 1604 was er een hele heldere nova geweest, een supernova, een hele heldere ontploffende ster. Maar hij had heel veel indruk op hem gemaakt. Hè. Een ster die ontploft. En hij had natuurlijk geen idee, wat wij nu weten, dat zo'n ontploffende ster het einde van het leven van een ster. Hij dacht, ster, er ontploft iets. Hè. En dus in zijn redenering van de bewegingen van de planeten, als twee planeten bij elkaar komen, dan knallen ze op elkaar. En dan ontploft het. Dus die tweede stap van Kepler, als uitleg van de ster van Bethlehem, dat was helemaal fout, maar dat kunnen we niet kwalijk nemen. Het was al heel bijzonder dat hij kon uitrekenen dat rond de tijd van Christus, 700 voor Christus, dat er 3 maal een samenstand van Jupiter en Saturnus was. Dat was dus al, want ik zal u straks vertellen, dat is waarschijnlijk inderdaad de ster van Bethlehem geweest. Dit kon hij dus 400 jaar geleden al berekenen. Heel knap. Tegenwoordig, we kennen de banen van de planeten natuurlijk veel secuurder waargenomen dan Kepler in die tijd kon doen. Secuurder berekenen dan hij kon doen. En we kunnen dan nu, omdat we die banen van de planeten weten, kunnen we terugrekenen. De prachtige computerprogramma's voor Stellarium is er zo één, waarbij je terug kunt rekenen hoe de hemel eruit zag op een bepaalde dag in het verleden of in de toekomst vanaf een bepaalde plek op de wereld. En dit is dan zo'n restant. Dit is dan zo'n berekening, het resultaat van zijn berekening. In het jaar 7 voor Christus, hier zie je de stand, hier zie je de sterren, hier zie je sterrenbeelden vissen, hier heb je de planeet Jupiter en Saturnus, die zaten heel dicht bij elkaar, dat kunnen we dus nu heel secuur berekenen. En dat gebeurde in dat jaar 3 keer. 29 mei, 29 september en 5 december. Ja, in onze jaartelling natuurlijk. Hè. Vroeger rekende men anders en had die dagen ook andere maanden natuurlijk. Hè. Maar we weten nu dat toen in die tijd, 700 jaar voor Christus, waren er 3 keer de samenstand van Jupiter en Saturnus. En dat is heel vreemd. En bovendien, dat gebeurde ook nog in het sterrenbeeld de vissen. En het sterrenbeeld de vissen, dat was een symbool van Judea. Judea, waar die nieuwe koning misschien geboren. We weten heel veel van die Babylonische astrologie. Want in 1925, heel toevallig, was een Duitse orientalist, Paul Schnabel. Dat was een gespecialiseerd in het ontcijferen van kleitabletten. En die had al een hele hoop ontcijferd. En die stuitte op een kleitablet
Dat is trouwens niet deze, want de echte foto van het tablet heb ik niet kunnen vinden. Maar die stuitte op een kleitablet wat was gemaakt in het jaar 7 voor Christus. En op dat kleitablet, uit Babylonië, dus uit Sippar, wordt duidelijk uitvoerig melding gemaakt van het feit dat er 3 samenstanden van Jupiter en Saturnus waren in dat jaar. Heel bijzonder. En daar bleef het nog niet eens bij. Want het jaar daarna, in februari, 20 februari, was er nog iets bijzonders aan de hemel. Dat Jupiter en Saturnus en Mars zat er vlakbij. Dit gebeurt eens in de 800 jaar ongeveer. Dus moet je je voorstellen, in dat jaar 6 of 7 voor Christus, 4 bijzondere samenstanden aan de hemel. Heel bijzonder voor astrologen. Dus wat concluderen ze daaruit? Met hun astrologische interpretatie. Kijk, Jupiter was een koningsplaneet. Dat is in heel veel culturen. En dat was zeker bij die Babyloniërs het geval. Die hebben zelfs een standbeeld opgericht voor keizer Augustus. Ergens in het zuiden van Babylonië stond de pilaar, een standbeeld voor keizer Augustus. En daar wordt hij afgebeeld als de planeet Jupiter. Hè? Jupiter was de koningsplaneet. Saturnus was ook een heldere planeet. En die stond. Wat daar de duiding van was in de astrologie is niet helemaal duidelijk. Sommige culturen zeggen het was voor de verandering, sommige culturen zeggen iets anders. Het is niet helemaal duidelijk waar Saturnus voor stond. Maar het moet wel bijzonder zijn geweest om die samen te zien aan de hemel. En die astrologen wisten dus ook dat het iets heel zeldzaams was. En dan kwam het ook nog voor in het sterrenbeeld de vissen, wat op Judea wijst. Nou, ze zagen die verschijnselen ook nog aan de hemel. In het westen, want ik vertelde u, wij kunnen uitrekenen waar in het verleden bepaalde samenstanden van de planeten waren aan de hemel. Vanuit Babylon, of Sippar, zag je dit verschijnsel in het westen. Dus moet je je voorstellen, ze zagen in het westen iets bijzonders. Een nieuwe koning misschien, sterrenbeeld vissen, in Judea. En ze kenden waarschijnlijk die profetie van Daniel, dat er in Judea een nieuwe koning zou worden geboren, een Messias. Dus nu de meeste mensen, de meeste astronomen moet ik zeggen, die geloven dat die samenstand, dat de ster van Bethlehem in feite niet een ster was, maar een samenstand van 4 van planeten, 4 keer per jaar, 4 keer achter elkaar, voor. Als dat zo is, wat kunnen we dan concluderen? Jezus is geboren niet in het jaar 0, dat heb ik u uitgelegd. Want dat klopt niet met Herodes. Herodes was in min 4 geslacht. Dus Jezus was niet geboren in het jaar 0. Nog iets anders, dat heb ik u helemaal niet verteld. Maar u weet misschien nog waarom dat Jozef en Maria in Bethlehem waren, toen Jezus werd geboren. Want ze woonden eigenlijk in Nazareth. Hè? Jozef en Maria die waren naar Bethlehem gegaan omdat er een volkstelling was onder keizer Augustus. En dan moesten ze terug naar de plek waar hun familie of hun geslacht vandaan kwam. En dat was Bethlehem. We weten wanneer die volkstelling was. Dat was in het jaar 8 voor Christus. Dus moet je je voorstellen, het jaar 8 voor Christus was de volkstelling. En Jozef en Maria vertrokken naar Bethlehem. Dat staat trouwens niet in het evangelie van Matthäus, maar dat staat dan weer in andere evangelieën. Dus, als je die tijden bij elkaar zet, plus het feit dat die astrologen iets heel bijzonders moeten hebben gezien aan de hemel, en op weg gingen, daarom op weg gingen naar Jeruzalem, maanden en jaren overleden, en dat dat hele bijzondere waarschijnlijke samenstand van de planeten was, waarvan we nu weten dat het ook gebeurde binnen 6 of 7 jaar voor Christus, dan kunnen we concluderen, bijna zeker, dat Jezus was geboren niet in het jaar 0, maar waarschijnlijk in het jaar min 6 of misschien min 7. En de samenstand van Jupiter en Saturnus, dat was de trigger van die wijze om te vertrekken naar Jeruzalem en uiteindelijk naar Bethlehem, om daar de Messias, de geboorte van de nieuwe koning, te zoeken. Het ging dus niet over een ster, maar het ging over een samenstand van 2 planeten. Wat is er nou bijzonder?
Morgenavond, 21 december, is er weer zo'n samenstand van Jupiter en Saturnus te zien, vanuit Nederland. Het gebeurt in de hele vroege avond, als de zon net onder is. Dus je moet een beetje geluk hebben dat je kunt zien dat het een donkere plek is. Je moet een beetje naar de horizon kunnen kijken. En het moet natuurlijk niet bewolkt zijn. Maar dan kun je dus hier, in Nederland, iets zien, waardoor de wijze concludeerde dat ze naar Jeruzalem, naar de koning moesten zoeken. En wat in Matteüs dus eigenlijk beschreven staat als de ster van Bethlehem. Dank u wel voor je aandacht. Hartelijk dank, professor Lamers, voor deze verhelderende, mag ik het noemen, in deze sterlezing over de ster van Bethlehem. Hopelijk is een stukje van het raadsel daarmee opgelost. Voor u, kijker, luisteraar, interessant wellicht, gaan we ook nog even kijken boven in de sterrenwacht onder de koepel. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a lift off. We laten even kort de telescopen zien van onze sterrenwacht. Hier zien we het grootste instrument, de Maksutov-telescoop, een 30 centimeter spiegeltelescoop met een brandpunt van 4,80 meter. Maar er zitten nog meerdere kleine kijkers aan, zoals we hier zien, onder andere lenzenkijkers en ook kijkers om naar de zon te kijken. Deze telescopen gebruiken wij om dus naar de samenstand te kijken van de planeten, die we dus in de avond kunnen zien. Zoals je ziet, een hele kerstboom vol met allemaal mooie instrumenten. En hier hebben we een inkijk van de telescoop van buitenaf met onze instrumenten. En als we naar de planeten willen kijken, 's avonds na zonsondergang, dan moeten we de telescoop helemaal draaien en kijken naar het zuidwesten, naar de horizon. Want deze objecten staan natuurlijk heel laag aan de horizon en zijn maar 45 minuten voor zonsondergang te zien. Hier zien we de eerste opname van 28 november met een telelens van 200 mm. En de helderste bovenaan is Jupiter en daaronderaan zien we de Saturnus. Ze staan eigenlijk 5 volle manen aan diameter ten opzichte van elkaar. En hier zien we dus een tijdje later, 10 december, zien we dus de planeten. En nu kijken we al naar Jupiter met zijn maantjes. En als we de telescoop dus niet laten meebewegen, dan zien we dat door de rotatie van de aarde dat de planeten uit het beeldveld draaien. Hier zien we weer de planetensamenstand een tijdje later, van 18 december. De helderste is dus Venus en de zwakke is Saturnus. De helderheidsverschil is vrij groot. 7 maal helderder is de planeet Jupiter. En hier zien we nog een tijdje later de samenstand van de planeten, want ze komen steeds dichter bij elkaar hè, en dan kunnen we ook wat meer vergroten. En dan kijken we ook met een grotere kijker. Hier zien we dus nog een close-up opname van de planeet Saturnus. Saturnus staat op dit moment zo'n 1618 miljoen kilometer van ons verwijderd. En wij zien het licht eigenlijk van 1 uur later, met een lichtsnelheid van 300.000 kilometer per seconde. Saturnus is op zich een vrij grote planeet. Iets kleiner dan Jupiter, want dat is de reus van ons zonnestelsel. En de planeet Saturnus draait in 29 jaar 1 keer rondom de zon. We zien op dit moment de planeet, als het helder zou zijn, als een heel klein bolletje aan de sterrenhemel. En met een verrekijker of met een kleine telescoop kun je de ringen al zien. En als je een wat grotere kijker hebt, dan kun je ook nog zien dat in die ringen dus een donkere band zit, een zogenaamde Cassini-scheiding.
Goed, de planeet die is maar een korte tijd op dit moment aan de sterrenhemel te zien. Dus ongeveer 3 kwartier tot 1/2 uur na zonsondergang in het zuidwesten. En de volgende planeet die dus heel dichtbij staat is natuurlijk de planeet Jupiter. De grootste planeet van ons zonnestelsel. En die staat zo'n 885 miljoen van ons verwijderd. En het licht wat wij van Jupiter zien is van 1/2 uurtje geleden. Jupiter is de grootste planeet en is ongeveer 10 keer groter dan de aarde. En hij draait in 11 jaar rondom de zon. Het is ongeveer 1 keer in de 20 jaar dat de planeten in elkaars nabijheid staan. Maar morgen komen de planeten zeer dicht bij elkaar, ongeveer 6 boogminuten. En als je die 2 planeetjes dus aan de avondhemel ziet, dan zou je eigenlijk een drinkrietje ertussen kunnen houden. Dus zo dicht staan ze bij elkaar. 1/5 van de diameter van de maan aan de hemel. En Jupiter laat met een telescoop ook heel mooi de banden zien. Hier zien we weer een opname van gisteren, van 19 december... En dan zien we dat de helderste planeet is Jupiter en die andere is de Saturnus. Die komen dus steeds dichter bij elkaar. En dat is eigenlijk onze laatste opname die we dus gisteren gemaakt hebben. Het was dus net even helder en toen konden we dus heel mooi de planeten nog zien. We gaan nu naar een aantal foto's van de leden van onze vereniging. We beginnen met dat je natuurlijk, als je naar de planeten wil kijken, een vrije horizon moet hebben en met name in het zuidwesten. En een van onze leden die zit heel hoog bovenop een flat en die kan daarmee heel mooi de zonsondergang zien. En hier zie je dus 2 instrumenten waarmee we dus de zon en de planeten kunnen waarnemen. Hier zien we de 2 planeten, de helderste is Jupiter en die zwakke een beetje schuin boven is Saturnus, die ik dus gefotografeerd heb tussen de zoeker en de kijker van onze telescoop. En dit is ook een hele mooie foto. Om de afstand tussen de 2 planeten te kunnen meten gebruiken wij een sextant die op een statief is opgesteld. En daarmee kunnen we heel precies de positie van de planeten bepalen en de samenstand. En hier ook weer een hele mooie foto van de planeten die we dus kunnen zien tussen de zoeker en de kijker van de telescoop. Hier zien we dat de afgelopen maanden de planeten steeds dichter bij elkaar komen. In oktober stonden ze nog 7 graden van elkaar vandaan. Dat is ongeveer 14 maal de diameter van de volle maan. En morgen is het dus 1/5 van de volle maan. Dus ze komen steeds dichter bij elkaar. Maar helaas, morgen zal het toch bewolkt zijn in onze streken en zullen we het hoogtepunt niet kunnen zien. Wat ook natuurlijk heel erg mooi is als we naar samenstand kijken van de maan en Jupiter. En dat was dus een paar keer was dat heel mooi te zien. Hier was een foto van 19 november, waarbij we de samenstand in combinatie met de maan kunnen zien. En hier zien we dus 15 december, was een beetje een bewolkte dag. En daar zagen we ook duidelijk de planeten in de nabijheid van de maan. En we zien hier ook dat de planeten veel dichter bij elkaar staan. En we zien zelfs ook nog het donkere gedeelte van de maan, het asgrauwe schijnsel, wat dus eigenlijk verlicht is door de aarde. Dat kun je dus regelmatig zien als de maan een paar dagen oud is naar nieuwe maan. We laten nu 2 foto's zien van amateurastronomen. Deze is van Marco van der List, die een foto heeft gemaakt van de 18e december. En hier zien we dus heel mooi Jupiter met 2 maantjes en dan Saturnus daar iets boven. Dit is ook een hele mooie foto van Jacques Brozes, ook van dezelfde dag van 18 december... En daar kunnen we ook heel mooi de maantjes zien van Jupiter en de banden van Jupiter. En we zien zelfs de ringen van Saturnus. En ja, dit zijn de telescoopopstelling van Jacques Brozes boven op het dak. Hij gebruikt 2 spiegeltelescopen om dus aan de horizon de planeten dus te fotograferen. Mooi zo, u zag hier een samenwerking tussen de Sterrenwacht Tivoli en de KNVWS West-Brabant. Bedankt voor jullie aandacht en tot een volgende uitzending van ons livestreamkanaal Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch.
Iedereen nog fijne kerstdagen en een helder nieuwjaar toegewenst. En vergeet niet te liken en te abonneren en laat reactie achter in de comments en tot een volgende keer.